De oplettende bezoeker van de Tielse binnenstad is het inmiddels misschien opgevallen. Enkele straten zijn sinds kort voorzien van subtiele kunstwerken. Deze zogenaamde street art is onlangs aangebracht op initiatief van binnenstadsarchitect Karel Achterberg en 15 studenten van de opleiding Mediavormgeving van ROC Rivor. Dit is een klein voorproefje van het evenement Tiel toont, dat op 5 juli aanstaande tijdens Koopzondag in de binnenstad wordt gehouden en waarbij diverse culturele uitingen op straat te vinden zijn.